Santino en Giel moeten iets tekenen en ik moet raden wat ze tekenen. Oké, okay, Santino, wat ga je tekenen voor iets dit leuks van ons? Dit is niet zo heel erg lastig, zo. Dit is een bank. Ik weet het al. Ja, yeah, let's go. Ik heb het goed. Wat is dit? Ik heb het gewoon nu al goed. Wat? Giel, dit is toch overduidelijk? Dit is toch overduidelijk? Oh. Is... Ja, ja, lekker jongens. Yes. Giel is choosing a word. Oké, daar gaan we dan. Welk woord ga je kiezen? Ik ga deze meteen goed hebben, let op. Dit is een kip. Huh? Nee. Waarom, nee. Waarom kom ik ook op een kip? Dit natuurlijk... Huh? Kijk, dit is een... Kijk. Is dat een doos? Ik dacht een bed. Ik dacht dat dit een bed was. Wat is dit? Hè? Dit... Bro. Oh. Een huis? Oh. Een villager? Villager, weet ik veel. Het lijkt op een Minecraft villager. Dit is heel mooi, jongens. Bijvoorbeeld, dan staan er hier van dit soort dingen zo. Hoe schrijf je dat? En dan heb je hier bijvoorbeeld een mooie deur. Hoe schrijf je dan bungalow? Dan staat er bijvoorbeeld hier staat dan iets van bijvoorbeeld dit of zo. Oh. Weet je wel? Oh, ik heb het goed! Hè? Wat? Oh ja, logisch dat ik het goed heb. Jezus Christus, hij schrijft het gewoon. Ja, maar ik kom er heel erg achter. Ik mag nu. Wat ga ik eens tekenen? Zo, we beginnen met dit. Je wist heel snel welke je wou, eerlijk gezegd. Ja, ik weet al heel snel welke ik wil. Zo, en dan... Dit is toch makkelijk, jongens? Dit is makkelijk. Huh? Oh! Oh. Graffiti! Santino staat graffiti! Graffiti! Oh my god! Graffiti! Hoe had ik dit goed en Santino niet? Ik ben de grootste dyslectieres. Echt hè, hoe dan? Mijn god. Santino! Santino, kom maar met een leuk bordje. Oké, ik ga het maken. Ja. Banaan! Komt ie, ja? Oké, het is al niet leuk. Het is echt een lang woord. Oh, wacht. Ik vind hem ook niet leuk. Wacht. Oh, nee, chips. Wat is er? Zo, ik dacht... Streep. Wacht. Zo. Zwart. Is dit... Zwart streep. Dit... Zwarte streep. Zwarte streep. Is dit een vaas? Boom. Boom, nee. Boom-o. Wat? Boom. Een boom. Hoe ziet dat eruit? Een kipnugget. Kipnugget. Wat is dit, Santino? Een hele blije kipnugget. Aan deze kant zit dat. Wat? Oké. Wat is dit? De zijkant is wit, zeg maar. Hè? Maat. Wacht. Wat? Okay, even serieus. Wacht. En dit hoort erbij. Wat? Oh! Wat? Ik weet het! Ja, let's go! Ik heb het goed! Kom op, Giel! Ja, hè! Ja, oh. Nu het eenmaal had getekend, zag ik het op zich wel. Op zich. Ja, toch? Ja, een beetje dik, maar... Hé, jongens, ik sta eerst, hè. Even dat jullie het weten. Ja, maar kom maar goed. Oké. Wat is dit? Oh. Kijk, je moet zeg maar dit zo zien. Maar. Kruis er doorheen. En nu komt het tweede ding. Dus zeg maar dit. En nu komt dit. Okay. Wat is dit? Ik dacht wasmachine merchandise. Ja, droger of zo? Wat is dit dan? Dit is een slak. Ja, maar, zeg maar zonder dit. Huh? Oh! Ik snap. Wat? Ja, die is leuk, Giel, die is leuk. Ja, die vind ik leuk. Ik weet het al! Nou, ik slak! Oké, hij is leuk. Ja, leuk. Leuk, ja. Echt leuk. Oké, deze moeten jullie heel snel raden, denk ik. Kom maar, ik vind hem niet leuk. Zo, dit is een... Wat? Broer, dit is echt... Oh my god. Zo. Dit is echt een tv, Giel, serieus? Dit is toch goed Oh mijn god. Hoe schrijf je helikopter, ouwe? Oh mijn god. Hetzelfde, bro, met een K. Nee, zeg het niet! Oh mijn god. Deze man, jongen. Ja, ik dacht even met de C van Chopper, weet je wel. Oh, daarom ben je YouTuber geworden. Santino is guessing a word. Oké, even kijken. Dan hebben we... Oké, we hebben dit. Nee, niet leuk. Dit is... nee, ik vind hem ook niet leuk. Hier ook wat. En dan hier. Poep. Zo. Poep. Hier poep. Zo. Hier zit ook zo'n stuk. En ook zo'n stuk. En let op. Gast. Oh, ik dacht muzieknoten. Als dat het was, hè. Wat is dit, maat? Mineshaft. Nee, ik speel veel Minecraft, denk ik. Ja, je speelt echt veel Minecraft.
terreinrails is het ook niet. Oké, wacht even. Even kijken. Dan is er hier nog een paal. Twee persoons bed. Wat? Nee, maar dat kan niet. Let's go! Hoe raad jij dit? Nou, laat in de comments even weten of jullie het wel weten, want ik weet het niet. Eigenlijk, laten we een groen matras doen. Ik heb het al in de comments achtergelaten, Yassi. Zo'n groene deken, groene deken. Kijk, dit, nu moet je wel aan Minecraft denken, ouwe. Ik ben zo dom. Ik zeg net twee persoons bed, maar ik bedoel letterlijk een stapelbed. Ik had dat al in mijn hoofd. Hij was zo goed. Ja, hij was zo goed. Wat hebben wij hier? Kort woordje. Wat is dat? Kaas. SpongeBob. Ja, nou, je zit wel dicht in de buurt, Jesse. Moet ik eerlijk toegeven. Ja, het is toch echt SpongeBob? Dit is zeker weten SpongeBob. Wat? Ja, maar het gaat niet om SpongeBob. Het gaat om dit. Ja, let's go! Maat. Hoe kom jij er dan op om eerst een SpongeBob te Omdat gaan hij een spatel heeft. Kom op, Yatsi! Oké. Zo, we maken eerst even dit. Zo, wat zou dit zijn? Maat. En dan in de kleur rood vind ik wel mooi. Dan pakken we dit zo erbij. Zo. Wat? Ja, maat, luister, als jullie allemaal andere dingen gaan doen erbij, dan ga ik gewoon nadenken, ga ik verder denken. Zo, ik heb een pijltje gemaakt. Dit ja, er staat veter. Dit is close. Ja, maar het is close. Wat ja, is het? Maar dan... Het is niet één veter, het zijn meer veters. Nee, het is beter. Het zijn meer veters. Het zijn veters! Veters, Giel! Ik zeg letterlijk, het zijn... Ja. Oh, hoe raad je dit, Santino? Ja, ik dacht, we gaan verder nadenken of zo, I don't know. Oh, jezus, hoe ga ik dit nou doen? Oké, wacht even. Deze moet ik even opzoeken. Waarom kies je een woord wat je moet opzoeken, Santino? Ja, omdat die andere snap ik al helemaal niet namelijk. Maar wat is... Ja, maar hoe gaan wij het dan ooit kunnen raden? Nee, dit raad je wel. Ja, gaan wij het raden? Ja. Pizza deeg! Zo. Nee, prullenbak is ook een goeie geweest. Dit is het letterlijk. Dit is het... Ja, ik kan er niks anders van maken. Dit is het! Hoe heet zo'n vorm ook weer? Een cilinder. Ach, Giel weer met zijn dyslexie. Hoe schrijf je dat, jongen? Dubbel L. Oké, wacht. Hoe lang hebben we nog? Oh, 30 seconden. Nee, trouwens, jullie moeten het snel raden, trouwens. Nee, ik ga trouwens helemaal... Nee, dames en heren, ik ben een high school dropout. Nee. Zo. Hé, wat is het? Een cilinder. Hou op, hoor. Ik ben het letterlijk aan het googlen. Dat is toch niet eens goed? Wat? Zo ben je aan het googlen? Je bent zwaar aan het vastspelen, jongen. Oh, zo, wat, cilinder. Wat dit is het toch? Cilinder. Kijk eens naar daar rechts. Dat is een ei. Cilinder. Ei. Ja, maar. C-I. Jongen, ik geef... Jongens, hoe moeilijk is... Oh, hij heeft hem. Oh, mijn god. Oh, hoe kan ik dit nou niet weten? Jezus. Dit is zo dom. Oh, mijn god, jongens. Oké, daar gaan we. Volgende. Nou moet ik wel zeggen, in Nederlands was het met een I, maar het is, dit was in het Engels schijnbaar. Okay, snap kijk, je? Dit ik wordt... Autowiel. Auto. Motor. Scooter. Apple. Oké, dit is een... Huh? Weet je wat het is? Ja. Ja, oké. Dit is zeg maar een... Jullie weten wat het is, toch? Met drie van die dingen in de hoek. Met zo'n gek logootje erop. Ja. Maar dan zeg maar niet dit logo en het tegenovergestelde. laten we zeggen, meer een beetje deze kant op, zeg maar. Wat kijk is... de zus. Ja, zeg. Hoe ziet dat logo er ook weer uit? Hè? Dit is toch een Samsung tegenovergestelde? Nee. Software, kijk. Wat is... Among Us. Ja! Among Us. Peer. Nou, ik weet het niet. Nee, dit is... Oh, ik hoorde het tekenen. iOS en... Android! Nee! Oh mijn god. Oh, hij had hem bijna uit Android. Oh mijn god, hoe kom ik hier nou niet op? Ewa, ik heb een Android. Ik heb een meteoriet. Oké. Meteoriet is een Android. Zo, hier hebben we een mannetje. Ik ga helemaal niks zeggen, jullie moeten maar gewoon gokken. Floepsie poepsie. Naakt. Nee, niet wat je denkt dat ik maak. Diepels. Zo. En dan zo.
Wat? Blokje, sportman. Een buisspier. Ja. Wat zal het toch zijn? Spierbeuk. Spierbeuk. Buik. Sixpack. Pijltje. Niet één buikspier, maar... Wat? Spijren. Buikspijren, serieus. Ja, dat was een typfout. Typfout. Kom op. Oh. Laatste ronde, jongens. De laatste ronde waar er nog hele gekke dingen kunnen gaan gebeuren. Oh, kom jee. Op. Laatste ronde. Dit is een paraplu. Wat is dit nou weer? Oké, je hebt dit. Oh ja. Ja, dat heb je. En dan daarbij heb je dit. Dit is een strand. Hier een leuk poppetje. Nee, ik weet het echt niet. En dan wat dit poppetje doet, dat is dit. Hè? Slapen. Zand eten. Zand eten. Dit is een beetje verder denken dan dat het eigenlijk zo is. Hier zaten jullie goed. Jullie zijn hier strand, toch? Lekker snurken en slapen op een luchtbed. Nee, nee. Ja, maar wat is hij op dat luchtbed aan het doen? Slapen. Nee, wat is hij aan het doen? Wat zit hij op het water te doen? Slapen. Nee. Slapen. Oh mijn god. Ja. Hij is aan het slapen. Nee, wat? Ik vind het echt op slecht het water, uitgelegd wat hij doet. Nee, kijk, op het water dan doe je iets. Wat is hij aan het doen? Hij zinkt toch niet? Hij? Hij? Zonnebank. Nee, hij zinkt niet. Hij drijft. Ja, en wat is dat? Zand. Ja! Inderdaad. Zand. Zand. Drijft zand. Ah. Jongen, jongen, jongen. Ja. Deze is echt slecht. Heel slecht. Hé, hey, hou je mond. Hij was slecht. Oké, ik heb iets uitgekozen. Wat heb je gekozen? Oh, drie woorden. Ja, nee, letters. Oh ja. Tak. Dit kan van alles zijn, hè? Ja. Ik weet nog niet wat het is. Even zo mooi. Nee. Maar drie letters kunnen nog wel eens moeilijk zijn, hoor. En dan doen we hier nog even lekker. Maar we gaan ons eerst allemaal gekke dingen aantekenen. Daarna pas komt hij met hetgene wat het is. En kijk, dan pakken we even een klappeloos mee. Huh? En dit is dan een... Saus, tomaten... Dat is een aardbei. Aardbei. Maar hoe heet dit hele ding in zijn algemeen? Een ken. Nee. Een blik. Maar... Nee. Je zit wel in de buurt. Blik. Hè? Blik. Nah, ja, nou, ik ga ondertussen nog even alles een beetje centreren. Dit is toch gewoon ik snap hier echt helemaal niks van. Nee, een maar dit is... Hè? Nee, wat zit er in de pot? Oh, in de pot. Oh. Wat zit er in de pot? Oh. Jam! Ja! Yeah. Yeah. Oh, Santino's eerder. Dit meen je niet. Oh, deze man, jongen. Oké. Okay. Jezus. Dus hier hebben we eerst dit gedeelte. Zandbak. Zandbak. En dan kregen we dit gedeelte. Zo. Maar het is ook nog eens groen. En dan pakken we hier even. Ik vind het wel een beetje een lelijke kleur. Ja, nee joh, is een mooie kleur. Hè? En dan hier een oogje. Bro, dit is een groen poppetje. Hier een oogje. En dan hij is niet zo blij. Dan hier een neus. Zo. En dan komt dan een beetje snot uit. Gadverdamme. En dan... Shrek. Doen we hier een zwart streepje. En hier doen we een zwart streepje. En dan... Wat is dit? En dan pakken we deze kleur. Nou, ik denk dat ik het hier wel bij laat, jongens. Ja, nee. Ja, nou, ik denk toch echt wel dat dit het is. Oh, ja. Ja, maar die dingen zitten trouwens even... Even die dingen zitten in zijn hoofd, maar in zijn nek. Kijk, zie je Google. Dus hier zitten twee punten. Frankenstein. Nee, wacht even, dit is die guy. Gio kan het weer niet spellen. Frankenstein. Frankenstein. Ja. Oh mijn god. En wie heeft er gewonnen? Wow! Santino, GG. En dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dan wil je zeker de B6 gaan weg. In 3, 2, 1.